Yo gasten, Gamemotie, welkom bij een nieuwe Clash Royale, ik test jouw deck aflevering. Maar vandaag doen we er iets speciaals bij, want dat is natuurlijk net zo leuk. Want wat we gaan doen, we spelen net zoals gewoonlijk 3 potjes, we gaan 3 decks testen. En bij elk potje die ik win, krijg ik 500 edelstenen, dat is echt niet normaal. Dus ik kan deze video 1500 edelstenen verdienen en uitgeven. Eventueel aan kisten, dus dat zou nice zijn. Stel ik win alle potjes, dan kan ik gewoon 2 gelukskisten kopen. Of ik kan ervoor kiezen om allemaal bliksemkisten te openen. Dan kunnen we er in totaal 6 openen. Dus dat is helemaal ziek. Maar dat zien we wel. We moeten eerst gewoon lekker spelen. En dan zien we wel hoeveel we gaan winnen en hoeveel punten we dan uiteindelijk gaan verdienen. Maar voordat we dat allemaal gaan doen, als jullie zin hebben in deze video, oei yo mijn stem. Ja, dat heb je af en toe als je natuurlijk filmpjes opneemt en redelijk veel praat. Maar maakt niet uit, als jullie er zin in hebben, smash af dat duimpje omhoog. 2000 likes, geen idee of het gaat lukken, maar het zou heel awesome zijn. En vergeet natuurlijk niet te abonneren, dan blijf je op de hoogte van al mijn mobiele game video's. Maar laten we maar beginnen met het eerste deck, die staat hier zo. Dit is het eerste deck met een houthakker, ballon, de skelettenleger. En dit deck is van Wiep TV Fortnite. Hij had in totaal 4700 trofeeën gehad met dit deck. Dus dat is op zich redelijk veel al. Dus ik ben benieuwd hoe het speelt. We gaan gewoon lekker spelen. Ik doe het gewoon in de klassieke uitdaging. En hopelijk gaan we winnen. Trouwens, mocht je nu afvragen, maar dit is toch veel eerder opgenomen. Dat kan je wel zien aan bijvoorbeeld mijn trofeeën of zo. Of welke uitdaging er bezig is. Dat klopt ook. Ik neem dit wat van tevoren op, omdat ik op dit moment op vakantie ben. Als je me volgt op Instagram, dan weet je dat waarschijnlijk wel. Wat gaan we nu doen? Ik zal hier ook even skeletten leggen. Neerzetten. En wat gaan we verder doen? Weet je wat? Ik ga hier houttakken voor neerzetten en dan zet ik hier nog even een goblin ton. Dan ben ik benieuwd of ik nu wat damage kan doen. Die vuurgeesten doen helemaal niks. Oh, dit is echt nice. En de boel gaat nu geboost worden. En dan denk ik dat ik al bijna storen neer haal. Sterker nog, ik haal gewoon storen neer. Holy shit, wat een heerlijk begin is dit van dit potje. Die vuurgeesten, weet je wat? Die laat ik gewoon even. Dan doet hij iets damage terug. Maar ja, qua elixir loop ik dan nu dan weer voor. Dus dat is chill. Ik zal hier trouwens even een zap neerzetten. Bad zap. En hier zal ik even een Valkyrie neerzetten. Om daar de meeste damage te voorkomen. Wat zal ik verder nog doen? Weet je wat? Voor de rest laat ik nu even. Die skelettenleger was echt dom. Je gaat toch geen skelettenleger neerzetten om een Valkyrie te verdedigen? Dat is echt de domste verdediging. Dat was echt niet slim van hem. Ik zal hier trouwens even een Inferno-toren neerzetten. Gewoon puur om die vuurgeesten even op te vangen. Want voor het geval dat hij zo meteen weer 3 vuurgeesten neerzet met spiegel, dan zijn ze natuurlijk een level hoger. Dan kan ik ze in ieder geval opvangen. En hij zet ze inderdaad nu weer neer. Ik hoop dat mijn Inferno-toren nog wel genoeg HP heeft om ze neer te halen. Ja, dit komt. Nou, hij kan 1 hit doen. Nou, dat is in principe niet heel erg. Wat de fuck doet hij allemaal? Hij gaat voor mijn hoofdtoren. Oh, dit probeert hij. Lol, nou, dat werkte niet echt. Oké, dan moet ik eigenlijk nu meteen even terug zien te komen. Ik wil eigenlijk die goblin ben. Oh, ik zou hier trouwens even een zap neerzetten. Bad zap was misschien niet het handigste om te doen. Maar dit was echt niet slim van hem. Nee, dit gaat hij never nooit winnen. Maar dan moet ik wel even in mijn achterhoofd houden. Mocht hij dat nog een keertje doen, dan moet ik wel genoeg troepen hebben om dat te verdedigen. Want als hij dat nog een keer doet en ik kan het niet goed verdedigen, dan kan het ook zomaar zijn dat hij mijn hoofdgebouw neerhaalt. Want dan heb je in één keer vet veel troepen. Wat doet hij nu? Hij doet daar zo'n miner. Oh, die skelettenleger, ja, die werd bijna meteen dood. Hij gaat sowieso in één keer voor mijn toren. Holy shit, dat heb ik niet vaak meegemaakt. Ik heb het zelf ook wel eens geprobeerd voor de troll. Maar dat lukt bijna nooit. Hij doet nog zo'n raket. Ik zal hier even een goblin ton neerzetten. Dan hebben we sowieso de boel daar zo neer. Wat gaan we verder doen? Die troepen daar zo hoef ik verder niet te verdedigen. Ik moet eigenlijk er even voor zorgen dat ik bam in één keer zijn hoofdgebouw neer ga krijgen. Weet je wat? Ik zet hier achter een ballon neer. En wat gaan we verder doen? Ik zal hier even skeletten leeg neerzetten. En dan zal ik hier ook even een zap neerzetten. Zap. Ja, dan heb ik de boel daar verdedigd. En dan gaan we nu even volop in dat tag. Goblin ton erbij. En we hebben dit sowieso wel verdedigd. Dit gaat hij sowieso niet meer goed maken. Ik zal hier nog even een skeletten leeg neerzetten. Maar die ballon die is nu ook al volop bezig. Ik zal nog even een zap er neerzetten. En dan hebben we dit uiteindelijk redelijk makkelijk gewonnen. Dus dat is wel chill. Check ook hoeveel skeletten ik daar had rondlopen. Echt niet normaal. Maar het eerste potje is gewonnen. Dus we hebben nu sowieso al 500 edelstenen verdiend. En ik ga dit deck natuurlijk ook beoordelen. Want dat is natuurlijk een beetje doel van ik test zo'n deck. Ik vond het een chill deck. Ik vraag me af wel of je tegen een heel ander goed iemand speelt. Of het ook goed speelt. Want degene waar ik net tegen speelde trolde een beetje. Ja, die ging natuurlijk niet heel serieus spelen. Maar ik heb in ieder geval gewonnen. En daar
daarom krijgt dit deck gewoon een 7,5 van mij. Maar laten we doorgaan met het volgende deck. En trouwens, aan het eind van de video ga ik alle edelstenen kopen. En dan ga ik kisten ervan kopen. Dus dat komt zo meteen. Maar het volgende deck is van Dutch Fortnite. Probeer mijn deck. Hij heeft ook een mega ridder. En dat vind ik persoonlijk wel een erg fijne troep. Voor de rest heb ik nog nooit met dit deck gespeeld. Dus ik ben benieuwd. We gaan gewoon lekker meteen spelen. En ik denk dat dit potje wel iets lastiger gaat worden. Want ik moet nu tegen iemand die in een legendarische clan zit. Oh nee. Heet dat legendarisch? Ik weet het eigenlijk niet eens. Maar in ieder geval, hij zit wel in een clan natuurlijk die redelijk hoog zit. Ja, het is een beetje fucked up. Ik kan die baby draak niet echt lekker verdedigen. Ik zal hier nu wel nachtheks neerzetten. En dan zal ik hier mega gunsteling bij neerzetten. Oh shit, die mega ridders die springt nog naast ook nog. Dit is wel een beetje fucked up. En de boel kan ik daar net niet lekker verdedigen. Dit is net niet helemaal lekker. Gelukkig doe ik nog wel iets damage. Met mijn mega ridders, trouwens, ik doe nog redelijk veel damage, dus dat is wel chill. Oh, en die zap is wel een beetje fucked up. Maar met mijn ridder kan ik hem zo meteen verdedigen. En dan kunnen we misschien terugkomen, want dan zet ik er een ballon bij neer. En misschien dat we dan even lekker veel damage kunnen doen. Ballon erbij neer, dan hoop ik dat die toren... Oh shit, ik heb die ballon net te vroeg neergezet. Oh nee, net op tijd. Oké, nou, dat scheelt weer. Zo hier even pijlen neerzetten, bats pijlen. En dan gaan we denk ik zijn toren net wel of net niet neerhalen. Scheelt helemaal niks in ieder geval. Nee, net niet. Oké, nou, dat maakt in principe ook niet heel veel uit. Ik zal hier even een nachtheks neerzetten. Om hopelijk de boel daar een beetje te verdedigen. Zorgen dat hij niet meteen mijn toren neerhaalt. Dat doet hij gelukkig niet. Dan hoef ik nog maar één hit te doen op zijn toren en dan heb ik zijn toren neer. Maar in principe vind ik het ook niet heel erg als die toren niet kapot is. Want dan heb je in ieder geval niet zijn hoofdtoren geactiveerd. En... Oké, nee, hij doet inderdaad geen hit. Ik zou hier trouwens even een mega ridder neerzetten, want anders haalt hij mijn toren nog neer ook. En nou, dan gaan we toch wel voor die toren. Als je die mega ridder neerzet, dan moet je het eigenlijk doen ook. Die pack is wel irritant, maar ik denk dat... Oh shit, hij zet zap in. Ik wou net zeggen, ik denk dat ik het wel verdedig. Maar ja, als die bats meteen dood worden gezet, dan heb je er helemaal niks aan. Dit is wel een spannend potje, man. Ik ga sowieso wel zijn toren neerhalen, maar ik vraag me af of die mijn toren ook nog neer gaat halen. Dat zou zomaar kunnen. Die mega pekka verdedig ik nog wel, dus dat scheelt. Ik moet eigenlijk ondertussen ook wat damage doen op zijn andere toren. Of ik ga volop verdedigen. Maar weet je wat? Ik ga eerst proberen deze te verdedigen. Zorgen dat hij geen damage kan doen. En dan gaan we daarna proberen... Ja, mocht hij bijna mijn toren neer hebben... Dan gaan we er wel voor zorgen dat we bijna zijn andere toren neer gaan halen. Of dat kan misschien nu al wel. Ik heb nu op zich best wel wat elixir. We gaan het gewoon even proberen. Kijken hoe ver we komen. Hij zet wel weer die mega pekka neer. Dus dat is een beetje irritant. Ik zal hier trouwens even een mega ridder neerzetten om die baby draak gewoon puur ter afleiding. En dan zetten we hier nog even een nachtheks neer. Die mega pekka, moet ik daar nog iets mee? Ja, nee, in principe hoef ik daar denk ik niks mee. Die kan misschien één hit doen, maar aangezien ik nog vol HP heb op die toren, is dat in principe niet heel erg. We gaan gewoon nu verdedigen, puur verdedigen deze kant. Want ik weet nu bijna zeker, hij gaat mijn toren daar toch niet meer neerkrijgen. Pijlen, is dat nog nodig? Nee, dat is niet meer nodig. Ja, dan hebben we dit potje gewonnen. Nice, volgend potje ook gewonnen. En dat betekent dat we nu al 1000 edelstenen hebben verdiend. Dit gaat best wel lekker tot nu toe, man. Deze tegenstander was wel gewoon serieus bezig. En die was ook beter als mijn vorige tegenstander. Maar weer heb ik gewoon gewonnen, dus dat is chill. We kunnen trouwens wel even kijken hoe goed mijn tegenstander was van net. Even kijken, profiel bekijken. Oh, dat valt mee. 5000. Oh nee, trouwens, dat heb ik momenteel ook. Want het seizoen op dit moment is net gereset. Dus dat is op zich best wel goed dat ik van die kill heb gewonnen dan. Maar dit deck geef ik als cijfer een 7,5. Ik vond het net iets chiller spelen als vorig deck. En ook al heb ik minder gewonnen, ik heb toch het idee dat je hier net iets meer mee kan. Want de vorige tegenstander was natuurlijk gewoon troll en dat is logisch dat ik die had gewonnen. En dit deck is van Diederik Blok met de Ramrider. Die gebruik ik echt bijna nooit en ik zie ook bijna nooit iemand ermee spelen. Maar hij heeft wel gewoon 6255 trofeeën daarmee gehaald. Dus dat is echt heel veel. Dus ik denk dat dit deck op zich best wel goed gaat spelen. Maar daar gaan we nu ook achter komen. Ik ben benieuwd. En als we deze ook winnen, hebben we gewoon 1500 edelstenen verdiend. Dat zou echt heel nice zijn. Maar dan moet dat natuurlijk wel eventjes gebeuren. Daarmee zou ik beginnen. Ik zal wel even de ijsgolem neerzetten als eerste troep. En eventueel kan ik daar natuurlijk zo meteen de Tesla nog bij neerzetten. Die barrel, die hoef ik niet te verdedigen. En ja, die kan misschien één hit doen, maar dat is in principe ook niet heel erg. Ik wil die Ramrider hebben, man. Want daar moet je natuurlijk de attacks mee gaan maken. Oh, hij speelt ook met Ramrider. Oké, wat gaan we verder doen? Ik zal hier trouwens het mijne neerzetten. Ja, die van hem had even één hit kunnen doen. Maar dan zal ik hier nog even vleermuizen erbij neerzetten. Oh, shit, man. Hij heeft wel goede verdediging op zich. Maar misschien dat mijne toch nog één hit kan doen. Dat zou chill zijn. Nee, helemaal niks. Oké, dit is een beetje fucked up. Het ging niet echt al te best, de eerste aanval.
Maar we hebben nog een heel potje te gaan natuurlijk, dus misschien dat alsnog goed komt. Maar mijn tegenstander heeft ongeveer hetzelfde deck als wat ik heb. Dus dit gaat denk ik wel het lastigste potje worden van de afgelopen potjes die ik heb gespeeld in deze video. Ik zal in het midden weer even een testlijn neerzetten. En ja, wat zal ik nu doen? Ik mis eigenlijk een beetje een tovenaar of zo in dit deck. Maar dat is natuurlijk ook omdat ik dat ben gewend in mijn eigen decks. Maar dat is, ja, daar moet je ook gewoon natuurlijk een beetje aan wennen. Die babydraak kan ik op deze manier makkelijk verdedigen. Ik zal er even een ijsgeest bij neerzetten. Goblinbende, die zal ik een beetje gaan splitsen. Zodat we via beide kanten eventueel kunnen. En wat gaan we verder doen? Zo, weet je, ik ga even deze bakkerij eraan inzetten. Gewoon via de andere kant. En dan zet ik er meteen even gif bij neer. Was dat slim? Denk het niet. Ik zal hier trouwens nog even ijsgeest neerzetten. Wat? Dan kan die daar verder niet echt iets doen. Hebben we wel ietsjes damage gedaan aan die rechterkant, maar ook niet echt heel veel. Maar op zich heb ik het wel redelijk verdedigd, dus dat scheelt weer iets. Maar dit gaat echt niet helemaal lastig worden. Misschien met dubbel elixir, dat ik er iets meer door weet te komen. Ja, dan gaat het potje beslist worden. Dat is meestal. Als het potje heel gelijk opgaat, met dubbel elixir wordt het beslist. En we hebben natuurlijk 3 minuten extra tijd. Dus het zou ook maar eens kunnen dat dit een heel lang potje gaat worden. Want ondertussen verdedig ik het natuurlijk wel redelijk. Oh, dat was wel een beetje fucked up, die bliksem. Ik zou hier... Oh, nee! Ik dacht, die gaat nog wel op die goblins die ik daar had staan. Maar dat, zelfs dat doet hij niet. Wat gaan we verder doen? Oh, hij heeft ook nog Pekka. What the fuck? Hoezo zet hij die nu pas neer? Lol, oké. Dat is een beetje fucked up, want die kan ik nu onmogelijk goed verdedigen. Die Tesla, die zet ik alvast neer. Zal ik hier even ijsgeest neerzetten. Hier even een ijsgolem. Zal ik hier weer even goblinbenden splitsen. En dan zal ik hier even gif neerzetten. Om de boel daar in ieder geval een beetje te verdedigen. Anders gaat het hopeloos verkeerd. Maar hij doet echt veel damage, man. We moeten even pushen via de andere kant. We gaan het over een andere boek gooien. Zal ik hier nog even gewoon een goblinbenden neerzetten. Zal ik hier even gif neerzetten. Gif zetten we erbij. En dit heeft totaal geen nut. Oh, die bakkerijders tegen elkaar kunnen gewoon niet eens bewegen. What the fuck, jongen. Maar het is nu voorbij. Mijn tegenstander kan 1 bliksem neerzetten. En dan heeft hij gewonnen. Ja, ik ga gewoon die bliksem neerzetten. Weet je wat? Ik wacht gewoon. En als hij die bliksem neerzet, dan is dat het einde. Jongen, wat een klootzak. Hij gaat gewoon helemaal niks doen. Dit is echt schijtirritant. Nou, dan ga ik even een push opbouwen. Dan denk ik dat hij op die manier dan wel de bliksem inzet. Dat doet hij dan inderdaad. Ach, dat is echt irritant. Hij had het al veel eerder kunnen afronden. Maar dan gaat hij expres wachten totdat ik troepen neerzet. Nou, in ieder geval hebben we 1 verloren. Dus nou ja, is niet anders. Dit deck vond ik wel lastig spelen. Hij heeft dus wel heel veel trofeeën gehad, degene die dit instuurde. Maar voor mij op dit moment speelde het gewoon niet zo chill. Komt misschien ook door mijn tegenstander. Maar in ieder geval, dit deck krijgt van mij als cijfer 6,5. Weet je, voor mij speelde het nu niet chill. Maar ja, je kan er dus wel heel hoog mee komen. Ik denk als je er helemaal goed mee bent ingespeeld, dat je er wel mee goed kan spelen. Maar ik vind het niet een heel chill deck, persoonlijk. Dus vandaar. Maar we gaan nu gewoon even 1000 edelstenen kopen. Ja, dan zal ik 1200 kopen. Maar dan mag ik er 1000 van opmaken. En dan zien we wel. Ja, weet je wat? Ik koop 1 gelukskist en 1 bliksemkist. Wel nice dat we in ieder geval 2 potjes hebben gewonnen. Dat zou echt fucked up zijn geweest. Als we maar een potje hadden gewonnen of zo. Maar gelukkig gebeurt dat niet. We kunnen dus een bliksemkist en een gelukskist openen. Dan beginnen we met de bliksemkist. Dan hoop ik dat we even een leuke kaart krijgen. Gewone kaart maakt niet uit. Strijdram is trouwens prima. Bevriezen wil ik wel een andere. Maar gewone kaart wil ik trouwens het liefst wel eentje die ik maximaal level heb. Want dan krijgen we sterpunten erbij. En de kanon heb ik maximaal level. Dus dan kunnen we nu de epic. Oh, nice. Pekka krijgen we ook sterpunten erbij. Dus dan vind ik dat ook wel prima. Dan doen we het gewoon op deze manier. Bam, meteen klaar. Oké, niet te veel zeuren. Dan gaan we nu de gelukskist openen. Met natuurlijk de kans op een legendarische kaart. Geen idee of dat gaat gebeuren. Ik heb trouwens ook niet gekeken welke kaarten er vandaag in zitten. Nou, de Koninklijke Reus blijkbaar. Maar die heb ik al maximaal van. Dus krijgen we coins erbij. Wat zit er nog meer in? Trouwens geen legendarische. Oh, dit is wel nice. Die mini Pekka, daar heb ik ook al maximaal van. Dus krijgen we ook weer coins erbij. En wat is epische? Wat is als epische? Oh, nice. Dit is ook chill. De Barbariton. Want die wil ik ook ooit een keer upgraden naar maximaal level. Die wordt echt veel gebruikt. En ik denk op maximaal level dat die beter is als de Lock. Weet ik niet zeker. Maar ja, daarvoor moet ik nog wel een tijdje sparen. Maar dat is misschien wel een leuke kaart om ooit te gaan upgraden. Maar die mini Pekka, die kan ik al binnenkort een keertje upgraden. We hebben bijna ook weer een opdracht voltooid. Maar dan was dit het in ieder geval voor deze video. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Ja, vergeet natuurlijk allemaal niemand zal dat duimpje omhoog achter te laten. En laat natuurlijk ook je deck achter in de reacties voor eventuele volgende video. Zo'n video, ik test jouw deck video. Maar dan heb ik tot slot nog weinig te zeggen. En dat is natuurlijk jullie later bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!